eitje een beetje klutsen. Penkelzaad erbij. En de paprika poeder. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi allemaal, welkom bij een nieuwe video. Ik ben Sergio. En ik ben de papa. Welkom bij een nieuwe kookvlog. We gaan vandaag weer koken, want ik heb honger en we moeten nog lunchen en ik heb zin om te koken. Dus rustig aan. We gaan eerst beginnen. Rustig aan. Ik heb misschien al te veel koffie op. Maar ik ben een echte koffieleut. En ik heb zin in koffie. Je hebt een heel leuk. Mooi hè? Leuke kopjes. Ja. Dit is ook van. Dit is oldschool jongens. Dit is van mijn winkel van vroeger. Dit is ja. Mooi koffie. 14 jaar in bezit. Mooi koffie. En weet wat dit is? Antiek. Antiek, dus misschien wel mooi te vertellen. Deze is niks bijzonder op zich. Dit is gewoon een espresso apparaatje, zoals in Italië iedereen heeft. Maar dit is bijzonder omdat het van mijn moeder is geweest. Dus eigenlijk van de oma van Sergio. En dit is van mijn nonna. Het is van mijn nonna. Ah, nonna. En dit is met mij naar Nederland gekomen. Heb ik ooit stiekem met de kast van nonna meegenomen. En dus het ding is, denk ik 15 jaar oud. En dan maak ik nog zes beste koffie. 50. 50. 50 jaar oud. Ja, zeker. En dan maak ik nog zes beste koffie. Ja, hij is nu bij de derde generatie in huis. En ik maak er graag gebruik van. Zoiets maakt niet meer, tegenwoordig. Nee. Ja, 's ochtends als ik dan wakker word om 5 uur, dan denk ik er zeker niet dat ik eerst het potje nog op ga zetten. Dus dan maak ik gewoon gebruik van de Nescafé. Maar nu... Salute. Ja. Hebben we de tijd ervoor? Heerlijk. Waar gaan we nu? Waar gaan we nu? Anders. Hé, waar gaan we nu? Ja, wat goed. Jesse is lekker aan het spelen met mijn PlayStation controllers. Altijd leuk. We gaan vandaag een frittata maken. Is lekker makkelijk, lekker snel. En we maken een vegetarisch. Hè? Ja. Het is niet helemaal à la Italiaans, want die houden natuurlijk van lekkere vlees en vis. En ik op zich ook, maar we gaan wel steeds bewuster eten en we gaan niet per se helemaal zonder vlees. Als ik zeg we, is niet we, hè? Nee, nou ja, in dit geval wel. Oké. Ja, oké. Moet wel even. Ik heb nog helemaal niet verteld wat frittata is. Ja, dat wilde ik dan ook. Ja. Wil jij dat? Frittata is een Italiaans woord voor omelet. Frittata denken de meeste mensen aan frituur. Frituur, ja oké. Nou, zo had ik niet gedacht. Eigenlijk is een omelet in het Italiaans. En dan, dan kun je vanzelf van alles maken. Een frittata van, ik doe het zelf wat mijn lieveling is. Een frittata met aardappels is. Gewoon van die kleine blokjes aardappels erin. En, of met de knakworstjes, allemaal kleine stukjes. Wist je dat je deze niet meer te pas en te onpas mag gebruiken in WhatsApp? Huh? Ja, dat is verboden. De aubergine. Wees voorzichtig met de aubergine. Ja, dan heb je dus zo een hashtag MeToo aan je broek hangen. Dus dat terzijde wilde ik gewoon even. Ik wil het gewoon even melden. Vind ik gewoon leuk. Nou, dus zo leer ik ook wat veranderen. Frittata maken met aubergine en champignons. Lekker. Ja, ik met een microfoon zou... dat kan ik me voorstellen. We gaan eerst koken, dan mag jij een lied zingen. Frittata. We hebben dus spaghetti, groenten, eitjes en wat heel erg lekker is, venkelzaad. Want ik hoorde dus dat de Nederlanders ongeveer 100 gram venkel per jaar eten, per persoon. En de Italianen wel 70 kilo venkel per jaar per persoon. Dus dat is toch wel een verschil. Dus venkelzaad, paprika poeder, een knoflookje en dus... De vegetarische gyros. En het breitje. Dus, en tomaat. Dus, we gaan eerst de spaghetti koken. En dan gaan we de groentes en zo allemaal lekker aanbakken en aanfruiten. Dat alles ook lekker door het huis gaat. En dan uiteindelijk komen de spaghetti bij en de eieren bij en de groenten bij elkaar zo. En dan gaan we dan vet doorbakken en dan krijg je een heel lekkere frittata. Zo, de groenten zijn gesneden, het water kookt. Het water doen we altijd een klein schepje zout in. Zo'n klein schepje? Lief hè? Lief hè? Het is net een klomp, maar dan anders. Ja. De aubergines zijn gesneden.
Die gaan erin. Ja. Goed warm. Denk ik. Ja. Op het moment dat die dus in de pan gaat, zetten we gelijk het vuur wat hoger. Nou, dan gaat alles. Ja. Als je nou dus aubergines gaat bakken, zorg voor voldoende olie in de pan. Want aubergine is een spons en die zuigt in eerste instantie heel veel olie op. En als die een bepaalde gaarheid bereikt heeft en temperatuur, laat hij het ook weer los. Dus dat, ja, als je dus denkt van nee, er zit geen olie meer in de pan en je gooit er heel veel olie bij. En dan krijg je dus het stadium dat die de olie weer los gaat laten. Dan denk je ineens van hey, waar komt heel die olie vandaan? Dus gewoon een laagje olie in de pan, aubergines bij, lekker aanbak, hoog vuur. Het water is aan het koken, daar gaat de spaghetti in. Die ik nu aan mijn assistent. En aangezien we hem nu toch gaan bakken zo meteen. Het is een elastiek spaghetti. Kom Obelix. Die zijn inderdaad... Door de helft dus, breken en dan gaan we lekker in de pan. In de pan. In de pan. Lekker, op een paar na zijn al die stiekjes mikado erin. Dat is ook een leuk spelletje. In plaats van dat je dus die stokjes moet pakken, moet je ze dus om het vuur heen pakken. En dan wie zich als eerste verbrandt, die verliest. Ik heb al een punt. Misschien iets voor de feestdagen. Niet op. Man. Ja, die aubergine staat lekker te bakken. Lekker chocolade erbij. Fijn dat we zo'n lekkere, ruime keuken hebben. Zo, dus de aubergines die hebben wat langer nodig. Nou, ik denk dat de fraai niet, maar wel de bleekselderij. Ja, de bleekselderij. Je hebt ook iets meer nodig. Wow. Ik zou ook een beetje zout bij doen. Ruikt zo lekker, hè? Wat ook lekker zou zijn als je hebt bijvoorbeeld een pepertje. Ja, die heb ik. Ja, die hebben we nog bij Peper Challenge. Je moet zo een sport van maken. Synchroon. Weet je dat bij dat we vroeger mijn moeder deed? Ja, ik pak hem even. Vind ik nou een beeld of zo ziet? Nou, ik heb hem nog geklopt. Heb je nou een half hoog? Ja, je moet een beetje verder weg blijven staan. Oké, okay, dus verder blijven staan. Vroeger in Italië ging je dus. Ik ben ook op school geweest. Ik wil niet zeggen, maar dat ben ik ook op school geweest. En ik kwam ook om dan nu op 2 middags thuis. En de pasta natuurlijk, mijn moeder had er al nu op 1 aan gegeten. Ik kwam om 2 uur, 3 uur thuis. En de pasta die overbleef, dus mijn moeder die deed meer pasta maken. En zij had gegeten, mijn vader had gegeten. En mijn vader heeft de pasta die overblijft, dan liet expres pasta over. Omdat nou, dus als ik thuis kwam, dan ging ze gewoon de pasta bakken. Niet opnieuw opwarmen of in de magnetron, toen was het nog niet eens een magnetron. Maar niet opnieuw bakken ofzo, of opnieuw koken of opwarmen. Dit is gewoon lekker bakken. Inderdaad, de olie, heel heet wat worden. En dan de pasta erin. En hij was zo krokant. Het was net, ja, moet ik zeggen, het was echt net met een pizza bodem. Krokant van pasta. En lekker was. Flink olie. En ik deed altijd heel veel, een halve bak, helemaal vol met parmezaanskaas eroverheen. Yummy, yummy. Dat was echt net een pasta koek. En ongeveer gaan we nu hetzelfde doen met de pasta, alleen nu, de pasta is niet over. Dat is gewoon een feest, zeg maar. Even net iets anders. Even net iets anders, maar dat is echt heel lekker. Ja, we koken dus de spaghetti net iets minder lang dan dat je normaal gesproken zou doen. Omdat hij nog gebakken wordt en nog daardoor doorkookt. De spaghetti is klaar. Eitje een beetje klutsen, venkelzaad erbij en de paprika poeder. Ja, eigenlijk zijn we nu bijna klaar. Ik heb even de groenten uit de pan gehaald en daar gaan we dus de spaghetti in bakken. Ik heb flink wat olie in de pan. Laat hem goed heet worden. En dan gaat daar zo meteen de spaghetti bij. Ja, trouwens, het is niet helemaal waar dat Italiaan alleen maar olijfolie gebruiken, om zeker niet om te bakken.
Want er wordt in Italië heel veel zonnebloem en arachideolie gebruikt. Met ja, even. Nee, ja. Weet je, ik weet zelf dat mijn moeder, die had een man die kwam uit een dorp, toen op de fiets, denken we 25 kilometer beter. Dat zie je weer waar je doet. Oké, 25 kilometer op de fiets kwam uit een dorp waar echt heel lekker olijfolie was. Maar dat was zo sterk en zo puur eigenlijk, dat mijn moeder die kon niet meer verdragen bij het bakken. Dus dat is altijd snijden, zeg maar de helft. Bijna de helft. Dan deze gewoon zonnebloemolie. Zonnebloemolie samen met olijfolie. En daar best wel in bakken. En dat was ook dat was leuk of niet zo. Niet echt van die zware lucht. Daarom heb ik hem erbij. Voor de verhalen. Ja, verhalen, joh. Mooie verhalen van vroeger. Je hoeft niet te geloven. En hoort niet alles geloven natuurlijk, hè? Hey, chef. Dan gaan we een beetje alle Masked Singer. De verhalen gaan doen en dan mag jij raden of dat ze waar zijn of niet. Ja. Hey, best wel wat tijd nodig om krokant te worden. Een beetje geduldig zijn. En dan gooien we zo meteen alles bij elkaar. Ik ga weer zakken. En dan zijn we eigenlijk bijna klaar. En dat is Marut ook, want ik heb poppen. Hij komt vandaag, want ik heb poppen. Ga je bijna leeg, maar dan ja. Ja. Vind je lekker, chef? Ja, moet een nieuwe pan kopen. Ja, dat klopt. Moet je dat toch wat doen? Nee. Zie dat niet waarom niet? Nee. Omdat er heel veel vocht uitkomt, dan bakt hij niet meer. Hij moet wel erin. Ja, nee, maar dan als je dan, hij is dan niet krokant genoeg. Even wachten. Doe die gyros er maar bij. Maar die moet ook allemaal erin, hè? Ja. Ja, zie je maar. Hij gaat niet. Nee, hij gaat heel goed. Je bent net koppel en ben je. Je kan bijna net zo koken als dat je kan zingen. Oh. Dat was even denkbaar. We hebben er wel. We hebben deze. Jezus, man. Deze. Dit, de pasta, die wordt dan alvast een echt net een koekje. Die lekker in kan. Heb jij de familie uitgenodigd? Buren, hè? We kunnen de hele flat uitnodigen met deze plan. Ja, we moeten nog de ei erbij, hè? Ja. Maar dat doen we nog in. Ik denk, we gaan het zo meteen gewoon een beetje halveren. Dan halen we het gewoon eruit. En dan gaan we even aan het toch maar zo. Precies, vanavond, morgen en overmorgen. Ja, ik heb het even gehalveerd. Dus dit zetten we eventjes weg. Ja. Hij is super lekker krokant. Ja, dus ik doe niet meer roeren, dan laat ik het juist zo, dat een beetje krokant wordt. Daar beweegt het ook niet meer. Ja. En dan gaan we de eieren bij doen. Eitje mag erbij. Ik heb er nog meer honger van gekregen door de geur. De hele huiskamer, de keuken, alles vervult zich met het bakgeurtje en de kruiden die erin zitten. Ja. En dan is het even niks doen. Dan kijken de eieren, die beginnen dan te stoppen. Nou ja, we zijn eigenlijk aangekomen bij... Het eindresultaat. Ja. Het is niet helemaal geworden zoals we gehoopt hadden, maar dat ligt echt aan de pan. Een beetje aan de pan en dan iets meer eieren. Maar gewoon lekker. Dan, hij moet wel krokant worden. Ja, en hij komt ook wel los van de pan uiteindelijk. Ja. Dat is eigenlijk ook wel. Buitenlo. Kleine tip. Hammetje. Hij komt wel uit. Nee, ik wacht wel. Kom wel uit, man. Wat is het? Een kleine tip van Flip, als je dus een ei hebt of een omelet of zo en je denkt hij is klaar, dus hij is krokant aan de onderkant. Als je dan het vuur uitzet, door het vocht raakt hij een beetje los van de pan. Dus als je het vuur gewoon uitzet, na een minuut of vijf of zo, kun je hem makkelijker uit de pan scheppen. We zetten het vuur uit. Wil jij hem nog wat krokanter hebben? Ja, je moet... Ja. Nee, oké, dus dan laat ik hem nog... Ik ga wel eventjes op de bank zitten. Koek, bijna. Ik is krokant. Ik ga even een filmpje kijken, ja? Dankjewel. Sorry, ik ben al een beetje aan het snoepen. De resultaat. Shit, het is bijna gewoon aan één stuk. Ja? Net een omelet. Had iets meer eieren gemogen. Nou, dan kun je ook een beetje sla bij doen. Wat ik dus niet doe. Sla en pasta, dat gaat bij mij niet samen. Nee. In sowieso niet in het bord, in ieder geval niet. Dan zeggen ze dat ik autistisch ben. Sla en omelet mag niet op één bord. Nee.
Waarom niet? Sla en pasta. Ja, nee, oké. Dat slaat toch nergens op? Ik heb honger. Laten we gaan zitten. Okay, is goed. Laten we gaan eten. Ik doe er wel een beetje sla bij op hetzelfde bord. En buon appetito. Buon appetito. Vond je dit een leuke vlog? Duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En het belletje aan te zetten. En vond je het nou heel erg leuk? En vind je dat wij vaker deze samenwerking kookvlogs moeten maken? Dan laat het zeker weten in de comments. En duimpje omhoog en belletje aanzetten. En abonneren. En belletje en comments. En ja, dat was het, hè? Ja, dat snap ik best. Tot de volgende keer. Ciao, 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 ciao.